Mevrouw Dick, ja. 2013, 2014, nieuwe ja. ronde, nieuwe kansen. Ja. Ik wil met jou eens beginnen over de competitie dit jaar. Ja. Wat denk je überhaupt van de competitie? Jong elftallen erbij en Achilles erbij. Ja, ten eerste, je gaat er vanuit dat we kampioen worden. Daar speel je voor, weet je wel. In de eerste divisie of Noord waar hier thuis. Maar Adrie Brogers, die wil van achteruit op gaan bouwen in de eerste divisie. Dat kan je gewoon vergeten, weet je wel. Dan ga je dat lukken. En toen hij zei, Steve Nieuwendaal is mijn eerste man niet meer, weet je wel. Ik denk, jongen, je gaat verkeerd, weet je wel. Dan krijg je alle sportsupporters tegen die erbij bestaan. Dus ik moet ook afwachten wat er nu gaat gebeuren. Maar hij heeft al bijgeleerd. Steve Nieuwendaal heeft zijn vaste plaats weer. Doel van Dekman is uitgepleurd. Dat had al een jaar geleden moeten gebeuren. Dus dat zijn allemaal positieve dingen allemaal. Oké, okay, want de opstelling van vandaag, Dick? Ja, maar ik volgende keer was ik helemaal mee eens. Ja? Voor de eerste keer met de drie wedstrijden. En waar was je het precies mee eens? Ieder geval die jongen die Lampenveld, die buitenspeler, die kon ik helemaal niet, weet je wel. Maar Dekman heb al een half jaar... Langendijk. Ja, die Langendijk, die jongen. Die kon ik helemaal niet. Maar die Dekman die daar gelopen heb, die hebben al 9 maanden gebolgen. Ja, nee, dus gewoon maar een beetje jeugdspeler, weet je wel. We hebben zogenaamd onze grote jeugdopleiding. Maar we lopen met 1 of 2 spelers in het eerste voetballen. Dus zo goed is de jeugdopleiding ook niet. Ja, dat vond jij dus een van de beste veranderingen vandaag? Geen Dekman? Geen Dekman. Steve Nieuwendaal weer terug, weet je wel. In de basis, als je die jongen reserve gaat zetten. Kijk, wij komen al jaren bij Sparta. We weten elke speler wat hij kent. Adi Brogers, ik weet het niet. Die jongen geeft me alle kans, weet je wel. Maar als je 3 maanden hier loopt, weet je niet wat wij weten, weet je wel, als Spartaan. Dus, maar ik heb het ingezien na 3 wedstrijden, dus denk ik. Ik zie het allemaal positief in. Nou, we hebben de wedstrijd van vandaag gezien. 1-0 gewonnen. Ja, terecht. Ik denk dat wij kunnen stellen dat wij eerst zelf niet de betere partij waren. Nee. Maar dat wij heel goed uit de kleedkamer zijn gekomen. Ja, ja. En eindelijk weer een beetje verklussen in het elftal, ja. Weet je wel. Ja. En dan, kijk, daar hebben jongens of niet meer voor nodig. En kijk, en dat is de eerste divisie. Kijk, ga je naar de Eredivisie dadelijk. Dan hebben jongens als Stef Peters nodig die ze hebben lopen. Maar die hebben de eerste divisie helemaal niks op. Die heb je daar ook nodig in de Eredivisie. Dan kan je even achterop gaan bouwen. Ja. Maar niet in de eerste divisie. Dan moet je gewoon lange ballen geven, aansluiten. En zo is het grote voetbal. Zo is Co-Head ook de Eredivisie gekomen. Het knokvoetbal hanteren. Ja, zo simpel is het. Okay. Ik kan er heel moeilijk over doen, maar dat is het gewoon. Duidelijk, Wim. Dick. Waar gaan wij dit jaar eindigen? Ja, kampioen natuurlijk wel. Kampioen? Ja, natuurlijk wel. Zonder enige vorm van twijfel? Ja, natuurlijk wel, man. We zijn beter dan VVV. En worden wij kampioen als in dat we eerste worden? Ja, of worden wij kampioen onder een paar jeugdelftallen? Nee. Wij worden gewoon kampioen omdat wij gewoon de beste spelers hebben. En dat we al 2 keer net ernaast hebben gezeten. Wij zijn het gewend nou inmiddels in de eerste divisie. Dus wij worden gewoon eerste? Wij worden gewoon eerste en we krijgen hier gewoon een groot feest aan. Waar ik eigenlijk mee wilde beginnen, maar dat is dan niet mijn laatste vraag. Die jong elftallen, jong Twente, jong PSV en ook Achilles. Hoe denk jij daarover? Nou, daar vind ik helemaal niks, weet je wel. Daar vind ik belachelijk, weet je wel. Ik heb van de week nog zitten kijken naar jong PSV tegen Excelsior. En zelfs jong PSV is beter dan Excelsior. Ja. Maar dan moet je ze ook echt mee laten doen. Maar als je gaat zeggen, jong PSV wordt 1, jong Ajax wordt 2, jong Twente wordt 3, Sparta wordt 4, dan ben jij kampioen. Dat slaat natuurlijk nergens op, man. Dat slaat nergens op. Dat we daar met z'n allen wel over eens zijn. Ja, daar zijn we het over eens, denk ik wel, weet je wel. Okay, voel wel of niet mee? Heel simpel, als wij kampioen worden dit jaar, dan krijg jij van mij een biertje. Ja, maar krijg ik even mijn krot. Dick, weer bedankt voor je reactie. Oké.